Er is op de wereld een groot tekort aan water. Zelfs in ons natte Nederland is watertekort steeds meer een probleem. Maar er wordt gewerkt aan oplossingen. Neem het project Waterlab Circulair Water in de provincie Flevoland. Overheden, instanties en bedrijven werken hier samen om innovaties het laatste setje te geven naar de markt. Hier in de provincie Flevoland zijn 4 organisaties bezig met tal van experimenten op het gebied van circulair water. En wij gaan even kennis maken. Bijzonder was dat de overheid in Flevoland wel grenzen aangaf, maar ook probeerde los te laten. Zo ontstond meer ruimte voor de ideeën van bewoners en ondernemers. Zoals hier, in de wijk Oosterwold in Almere, waar voor 800 huizen een decentrale waterzuivering is ontwikkeld. Het bijzondere is dat we hier heel veel aan de initiatiefnemers, de bewoners, overlaten. Eigenlijk maken zij de wijk en begeleiden wij als overheid zo min mogelijk. Loslaten. Maar met zo'n ontwikkeling, dat is natuurlijk wel met allerlei regelgeving en allerlei voorwaarden omwonden. Dus het is balanceren tussen die twee. We doen in Oosterwold aan stadslandbouw, dat is een belangrijk gegeven. Nou, dan moet je dus water hebben waarmee je je groenten kan besproeien zonder dat je er ziek van wordt. Dus dat is de reden waarom we hier eigenlijk een mini centrale zuivering bouwen. En daar wilden we ook wat aan toevoegen. Namelijk dat het in het gebied staat. Maar ook dat wij, en dat wilde het waterschap met name heel erg graag, dat we hier dingen gaan testen. Die ze later op de grote zuivering, het hoeft niet beperkt te zijn tot Almere, kunnen gaan toepassen. Het eerste is het bijzondere wat er in deze zuivering gebeurt. We halen cellulose uit het afvalwater. Dat komt uit het toiletpapier. Papier is cellulose, van cellulose gemaakt. Ja. En dat kan je hergebruiken voor nieuw papier, maar ook voor als bouwstof voor tuinmeubels, maar ook kopjes en van alles kan je daarvan maken. En er zit ongelooflijk veel cellulose in ons toiletwater. Dit is de zogenaamde nazuivering. Ja. En wat is daar nou bijzonder aan? Hier worden de medicijnresten bijvoorbeeld en kwalijke bacteriën, zoals de poepbacterie, worden eruit gehaald op een dusdanige manier dat het water zeg maar bijna beter is als het oppervlaktewater. Dat wordt hier getest zodanig dat het straks ook op de grote zuiveringen toegepast kan worden. Ja. En dit soort dingen doe je normaal voor een woning of 100. Ja. En wij hebben hier gezegd, we doen het wel collectief voor een groter aantal, anders kan je niet testen of het werkt op een grote centrale. Maar we houden het wel beperkt dat het beheersbaar is. Ja. Van afvalwater naar irrigatiewater voor lokale stadslandbouw. En dat voor 800 huizen. De bewoners van Oosterwold in Almere mogen best een beetje trots zijn. Thank you.